Michiel, we zijn vandaag bij Catnet. Heel veel jonge kinderen natuurlijk, ook wel echt jonge fans. Nu, je bent ook niet zo lang geleden ook nog jong geweest. Was jij een brave leerling op school? Ja, ik was een brave leerling. Ik durf wel zo wat dingen doen, maar ik was wel altijd een van mijn vrienden die nooit straf kreeg. Omdat ik ging mee met iedereen en op het moment dat de leerkracht iets zei, kon ik zo mijn pokerface opzetten. En zat ik gewoon zo stil in de klas en kreeg ik nooit straf. En mijn vrienden haten mij daarom. Je durfde dus wel kattenkwaad uitgalmen eigenlijk? Ja, een beetje, maar niet veel. Hè. Ik was eigenlijk echt een beetje een seut wel eigenlijk. Ja. Kan je een voorbeeld geven wat je toen deed? Ja, maar wij zongen altijd in de klas, samen met mijn beste maat. Wij zongen altijd in de klas en de leerkrachten werden daar zot van. En bij een les Engels, dat weet ik nog, dan waren we de hele tijd aan het zingen. En ja, maar mevrouw, het is toch in het Engels, dat mag toch? En dan kregen wij als straf dat wij een Engels nummer moesten analyseren, vertalen en aanleren aan de hele klas. Dat was de leukste straf die ik ooit gekregen heb. Het zingen gaat jou natuurlijk heel goed af. Je eerste single eigenlijk, die draait heel goed. Wordt er al aan de opvolger gedacht? Goh, we gaan eerst met deze single kijken hoe het uitpakt en zo. En dan, ik hoop heel hard dat er een tweede single komt. En dan gaan we kijken wat de toekomst brengt. Okay. Wat brengt er dan bij je toekomst nog voor jou, naast het muzikale? Er staan nog wat theaterproducties op het programma. Ik ben nu aan het toeren met Goodbye Norma Jean. The Last 5 Years komt eraan. En dan deze zomer gaan we wat optreden overal. Ik heb een bandje en we gaan overal wat optreden.